Ik ben Felix. Mijn vak is waarneming, beschrijving, klassificatie van kleur. Ik lees meestal wetenschappelijke teksten. Jaren geleden gaf een student van een cursus op La Combre me een vertaling naar het Frans van het stukje uit The Waves dat ik zal voorlezen in het Engels. Marguerite Yourcenar vertaalde het in 1936. Bij het lezen ervan besefte ik meteen het verband met mijn cursus dat de student erin zag. De wijze waarop Virginia Woolf omgaat met taal in dit interlidium en in de 9 andere die met de monologen The Waves vormen, is verbluffend. Ze kiest woorden, ze is aandachtig voor hun klank, ze ordent ze, ze maakt er zin mee om er beelden mee op te roepen van wisselwerkingen tussen licht en materie, van eigenschappen van schaduwen, van kleur. Er is geen verhaal, denk ik. The Waves ligt op mijn werktafel samen met kleurenatlassen en kleurenwaaiers. The sun fell in sharp wedges inside the room. Whatever the light touched became dowered with a fanatical existence. A plate was like a white lake. A knife looked like a dagger of ice. Suddenly, tumblers revealed themselves, upheld by streaks of light. Tables and chairs rose to the surface as if they had been sunk underwater and rose, filmed with red, orange, purple, like the bloom on the skin of ripe fruit. The veins on the glaze of the china, the grain of the wood, the fibers of the matting became more and more finely engraved. Everything was without shadow. A jar was so green that the eye seemed sucked up through a funnel by its intensity and stuck to it like a limpet. Then shapes took on mass and edge. Here was the boss of a chair, here the bulk of a cupboard, and as the light increased, flocks of shadow were driven before it and conglomerated and hung in many pleated folds in the background.